Dit is het Koning Willem-Alexander College. Hier zetten leerlingen ieder jaar weer hun eerste stappen op weg naar zelfstandigheid. En onze camera's zijn overal bij. Dit zijn hun verhalen van het eerste jaar op de middelbare school. Dit is Brugklas. Hey, is het nog gelukt om die foto's te maken voor Prefect Frans? Ja, zeg het nog harder. Nee, het is niet gelukt. Oké, maar waar gingen de vragen dan over? Weet ik veel over de verleden tijd. Maar verder weet ik het ook niet meer. Super bedankt, hoor. Ja. Hey. Hi. Ik word er echt gek van. Fien is overal waar ik ben. En niet alleen thuis, maar ook op school. Ze houdt echt geen rekening met mij. Ze kan overal staan en weer moet ze naast mij staan. Nou, het lijkt me wel leuk om met mijn zus op school te zitten. Maar met mijn broer wel wat minder. Want die heeft altijd het gevoel dat hij op me moet letten. En het lijkt me ook wel stom als iedereen je gaat vergelijken met je zus. Nou, al zei Bo en Fien niet echt met elkaar te vergelijken, want die zijn zo anders. Hey, kijk, daar is Sven. Hey. Hi. Hij zit echt de hele tijd bij mij. Hè? Ja. Vind je hem leuk? Ik weet niet, maar ik heb wel zin in een projectje. Ja. Het is niet dat ik achter hem aan ga lopen. Mm-hmm. Maar als hij me uit date zou vragen, dan zou ik het geen nee zeggen. Tuurlijk mag Bo weten met wie ze date, maar Sven is gewoon een ander verhaal. Hij is echt een sukkel en helemaal niet een leuk vriendje. Ja, ik hoor het van andere meiden die met hem hebben gehad. Hij is gewoon echt een player. Oh, had je dit over die Sven? Ja. Maar hij is echt een foute jongen, hè? Wat heb ik nou gezegd? Ja, Bo heeft gevraagd of ik niet meer met hem wil praten op school. Ja, dat vind ik wel prima, maar er zijn toch gewoon grenzen? Ja, zeker als het om Sven gaat, die gast is gewoon niet oké. Dit is toch niet te doen zo? Ja, sorry, ik wil alleen maar helpen hoor. Ja, maar het hoeft niet. Kom, gaan. Zo. Maar goed, ik snap het niet. Fien is echt super irritant. Ze wil alleen maar dit en dat, maar ze weet nooit wat ik wil. Ik wil gewoon dat ze me met rust laat. Maar kennelijk is dat te veel gevraagd. Ja, het is natuurlijk voor Bo en Fien niet leuk om samen op school te zitten. Bo vindt het super irritant omdat Fien zich overal mee bemoeit. En voor Fien is het andersom natuurlijk ook heel vervelend, want ze heeft een jongere zusje op school die doet alsof ze niet bestaat. We zijn wel allemaal proefwerk op internet en zo, maar geen eentje van het kwak. Hey, schat. Hi. Schat hoeft niet. Ik noem je toch ook niet eten, man? Voor ik het vergeet. Ik denk dat ik vanavond wat later ben, dus dan bestellen we even wat. Goed, lieverd. Zo vermoeiend dit. Echt. Ik weet niet wie ik erg vind. Mijn moeder of mijn zus. Ja, ik zeg ook helemaal niet dat er iets is gebeurd, maar er zijn gewoon genoeg meisjes. Je hoeft niet per se Bo uit te zoeken of zo voor je ene projectje. Kennelijk maken mijn woorden echt nul indruk op Bo. Dan geeft ze me weinig keus. Ga ik toch naar Sven? Misschien luistert hij wel naar mij. Heeft iets gezegd dan? Nee, maar het is gewoon mijn zusje. En laat haar gewoon met rust. Ze hoeft jou niet, je hoeft haar ook niet, oké? Ik weet dat het een beetje ver gaat. Maar uiteindelijk is dit het beste voor Bo. Ja hoor. Nee, ik serieus, ik meen het hoor. Ja, ik vind het mooi. Dit is echt gênant. Ja, ik vind Bo wel een leuk meisje. Ja, het maakt me niet uit dat ze in de eerste zit. Ze doet lekker als ze zin heeft, daar hou ik wel van. Maar ja, die zus, dat is een heel ander verhaal. Die zus, die is een beetje koekoek. Hallo, waar sloeg dat op? Ik was gewoon even aan het praten met Sven. Ja, gewoon even een praatje maken, zeker, over mij. Ja, toevallig wel, ja. Sorry, ik ben je alleen maar aan het helpen, hoor. Hallo. Doe je nou ondankbaar steeds? Ik heb toch gezegd dat je me met rust moet laten? Ja, maar dan je krijgt er gewoon spijt van. Weet ik veel. Krijg je een relatie met hem, gaat hij meer met iemand anders vreemd? Weet je waar ik spijt van heb? Dat ik naar deze school ben gegaan. Nee, dat jij mijn zusje bent. Ik ben helemaal klaar met jou. Wat doe je nou ondankbaar? Zit je toch alleen maar te helpen, hè? Ja, doei. Doeg, hoor. Zoek lekker zelf uit. Oké, ik heb het misschien niet echt handig aangepakt. Want het was echt totaal niet de bedoeling dat Bo het zou zien. Ze is echt gewoon gek geworden. En als ze nu geen sorry zegt, dan knip ik gewoon haar lievelingstruitjes kapot. Daar. Ga je het doen? Ja. Succes. Dank je. Ja,
Ja, ik zou niet zomaar op een jongen af durven stappen. Maar goed, volgens mij is het eerder een wraakactie dan een versieractie. Hoi. Hey. Alles goed? Ja, met jou? Ja, ook. Alleen, ik heb gehoord dat mijn zusje lastig kon vallen. Dat is inderdaad wel apart, ja. Ja, mijn zus is ook wel apart. Nou, ze heeft wel een duidelijke mening. Ja, maar aparte mensen hebben nou eenmaal een duidelijke mening. Ja, ik laat me natuurlijk niet vertellen wat ik wel en niet moet doen. Maar ik heb geen zin in gezeik. En als hij zo meteen wel naar de moeder gaat, ja, dan zit ik met de gebakken peren. Maar ja, ik vind Bo wel een leuk meisje. Maar zo gezeur, dat is echt geen enkel meisje waard. Ja. Nou, vindt je moeder eigenlijk dit wel goed? Wat? Dat ik leef of dat ik doe waar ik zin in heb? Je wordt echt niet geschorst dat je zit te zoenen met de dochter van de conrector. Zoenen? Ja. Oh my god. Oh my god. Zo, duidelijke taal lijkt me. En gelukkig kan die ook nog wel een beetje zoenen. Doet ze dit voor mij? Nou, ik hoop het dan maar. Ja, liever dat dan dat ze die jongen echt leuk vindt. Ja, dat maakt het echt veel erger. Wow. Ik vind eigenlijk wel dat we het even moeten gaan. Ja, krijg ik ook al. Oké, ik zie je zo, ja? Ja, is goed. Doei. Vrijdag heb ik een date met Sven. En ik ga natuurlijk wel vragen of hij me thuis komt ophalen. Nee, ik moet het absentiebriefje nog even kopiëren, oh, ja? Oké, dan ga ik alvast. Yo, tot zo. Vriendinnen hebben we al voor je gewaarschuwd, hoor. Ja, je moet niet geloven wat anderen zeggen. En zeker niet als ze jaloers zijn. Hij stond gewoon met iemand anders te zoenen. Oké, we hebben geen verkering of zo. Maar als je over 2 dagen een date hebt, dan kan je wel een beetje inhouden. En als je zo nodig wilt zoenen, doe dan niet met iemand van school. Ik had eigenlijk vet boos moeten worden. Maar ik kon het gewoon niet. Mijn zus had dus toch gelijk. Maar dat betekent echt niet dat ik het oké vind wat zij heeft gedaan. Fien, kan ik even met je praten? Oké, zeg maar. Fien gaat toch wel ontdekken dat ik niet meer met Sven op date ga. En dan krijg je weer die, ik zei het toch, nou ja... Dan kan ik er beter zelf over beginnen. Zonder je vriendin erbij. Die vriendin heeft toevallig wel Sam, dus. En ik fiets met Sam naar huis, dus sorry. Ja, maar dit is echt heel erg belangrijk. Kan je niet alleen naar huis fietsen? Dat gaat toch wel lukken? Oké, sorry. Ja. Ik spreek je morgen, oké? Is goed. Oké, doeg! Kijk, ik vind het nog steeds echt een rotactie wat je hebt gedaan met Sven. Maar ik ben er wel achter gekomen dat hij echt een eikel is. En... Ja, maar dat maakt echt niet goed wat je hebt gedaan. Probeer je sorry te zeggen of... Zoiets. Daar ben je echt totaal niet goed in, maar oké. Volgens mij heeft Bo echt nog nooit sorry tegen mij gezegd. Überhaupt heeft ze echt nog nooit tegen iemand sorry gezegd. Ja, dat is best wel knap voor Bo's doen. Je bent toch met de fiets? Ja. Kom, we gaan naar de fiets leggen. Oké. Ik vind nog wel dat je echt veel te veel bemoeit met mij. Nou, hoezo? Weet je, ik heb gewoon gelijk. Ja, wat ik heb gezegd is toch waar? Ja, maar laat me de volgende keer gewoon lekker zelf uitzoeken. Dan... En als ik dan op mijn bek ga, dan... Ja, dan is dat maar zo. Dan leer ik het. Maar het is helemaal niet dat ik zo vaak met je bemoei. Ik zie het 2 keer per dag. Je moet gewoon niet zo extreem gevoelig doen. Ik wist niet wat ik zag, die 2 meiden samen. Ja, waarschijnlijk heeft Bo een lift nodig van Fien of zoiets. Want ik ben inmiddels echt gestopt met hopen dat die 2 ooit nog eens een normale verstandhouding krijgen. Oké, sorry dat ik dan te bedweterig ben, maar jij bent ook altijd zo snel geïrriteerd en chagrijnig. Dan moet je dat ook niet zijn, dan ben ik ook niet meer zo bedweterig. Oké. Ik doe alleen maar geïrriteerd tegen Fien, omdat zij altijd zo bedweterig doet. En als zij dan belooft om het normale te doen, dan doe ik dat ook heus wel. Maar hoe weet je eigenlijk dat Sven een eikel is? Ik heb hem zien zoenen met een ander meisje. En toen? Werd je boos? Nee. Maar dat ga ik echt nog wel doen. Nou, misschien moet je dat niet doen. Ik bedoel, je moet jezelf weer niet laten kennen. En misschien is het ook beter voor jullie beiden. Ik bedoel, voor hem is het ook stommer, weet je, om te laten zien als het voor jou niks boeit. Ja, ik zie wel wat ik ga doen. Ja. Kan, of niet, die doet niks. Ik ga hem niet meer bemoeien. Wat lachen die actie van Bo. Fien denkt nu wel 2 keer na voordat ze weer iets op Bo aan te merken heeft. Net goed. Want als er 1 iemand is die advies van de ander zou moeten aannemen, dan is het Fien wel. Want met Bo kan je echt veel beter lachen. Ik vond het wel heftig dat Bo midden op een schoolplein Sven gewoon zoent.
Nou, waarschijnlijk deed ze het alleen maar om Fien terug te pakken. Maar dat kan toch ook op een andere manier. Die Sven, die blijft me aandringen op een date. Nou ja, ik heb gezegd dat ik geen interesse meer had. Dat kon hij niet hebben. Blijkbaar kan mijn zus nog wel goed advies geven. Nou ja, soms dan. Gezien en ja. Die gast slaat gewoon 30 man neer in 1 minuut. Dat is echt geweldig. Dat is super heftig. Nee, we moeten naar die film, ja? Ja, dat is wel echt kicken. Ik vind je echt helemaal kapot. Oh, lijkjes? Nee, wat zou Romeo hebben? Romeo, ik heb nu zo'n 2 maanden met elkaar. En hiervoor heb ik nog nooit een relatie gehad. En ik dacht altijd dat het hetzelfde was als vrienden zijn, maar dan gewoon een handje vasthouden en af en toe zoenen en zo. Maar met Romeo is het film. Het voelt gewoon als. Ik kan het niet uitleggen. En 7,4. Begreep je het niet, of? Jawel. Romeo is echt een slimme gast, maar hij is geen nerd. Want hij houdt nog steeds gewoon van jongensdingen, van flauwe grappen of zo. Nou, ik vind het gewoon een goede gozer. Maar dan heb je echt hele goede cijfers. En nu is het echt 7,4. Romeo die had nooit onder 9 voor een toets. En voor wiskunde had hij ook al een 8. En voor nu, voor Nederlands niet eens 7,5. Het is zijn beste vak. Zo gek is dat nou toch ook weer niet? Iedereen had wel eens een slechte cijfer. We zijn geen robots. Hey, zullen we vanavond gewoon naar die film gaan? Ja, ik heb echt zin. Die gast, echt. Sam, geen geweld op de gang. Niet doen. Geen geweld? Dat was een demonstratie. Oh, maar ik heb echt honger. Zullen we gewoon even naar de bakker gaan? Ja, een puddingbroodje. Dat lijkt me. Ga jij mee? Nee, ik moet even naar mijn kluisje. Ik snap niet precies wat er met Romeo aan de hand is, maar ja, dat er iets is, dat weet ik wel zeker. Ik vind het echt top dat Jordi en Romeo samen zijn. Het probleem met vriendinnetjes van is dat het toch meestal leuker is zonder hun. Maar met Romeo en Jordi hoef ik me geen zorgen te maken over of het eigenlijk naar de chick flick had moeten gaan. Want we kunnen gewoon naar actiefilms met z'n allen. Aan het begin van het jaar vond ik Romeo echt een lekker ding. Ik heb nog een beetje geprobeerd met hem te flirten en zo. En je kan toch ook niet aan iemand ruiken of hij nou op meisjes of op jongens valt. Maar Jordi en Romeo zijn echt super cute samen. Ze zijn zo verliefd. Echt leuk. Hey. Ja, de atletiekbaan is een beetje ons plekje. Vanaf begin af aan eigenlijk al. Ik heb hem hier ook verkeer in gevraagd en ik vond het altijd best wel cheesy. Eigen plekje, eigen liedje, maar met Jordi heb ik dat allebei. Ik heb kaartjes gereserveerd voor vanavond. Laat maar weten of je van me krijgt dan. Ja, is goed. Is toch leuk? Met z'n allen of had je liever met z'n tweeën gewild? Nee, het is leuk joh. Ja. Wat is er? Je doet raar. Ja, jij doet raar, oké. Okay. Waarom al expres slechte cijfers? Zo expres? Ik heb 1 keer een 7,5. Ja, en nog een keer bij Nederlands. Wat is het probleem? Wil je niet naar het gymnasium toe? Romeo, dit laatste gesprek bij de Wilde. Over een eventuele overstap naar het gymnasium toe. En dat wou hij niet. En ik natuurlijk helemaal niet. En we hebben het daar nog niet meer echt over gehad, want daar had hij absoluut geen behoefte aan. Maar ik weet zeker dat het iets met die slechte cijfers te maken heeft. Dat gymnasiumprobleem ben ik aan het fixen. Fixen? Dit noem je fixen? Is dit je geniale plan of zo? Gewoon slechte cijfers halen? Ja, ik dacht dat je het leuk zou vinden. Ik wist geen eens dat hij naar het gymnasium ging, maar het verbaast me helemaal niks, want hij verveelt zich gewoon dood hier. Wil je me weg hebben of zo? Wat? Nee, natuurlijk niet. Hey, maar gasten, zullen we even een potje voetbal? Ja, is goed. Potje meedoen? Nou, ik ga liever even naar het schoolplein. Ga maar mee. Sorry, Sam. Ik hoef niet zo nodig naar het gymnasium. Het is voor mij allemaal niet zo nodig. Het is veel te veel gedoe. En het is mijn leven. Ik mag dat zelf bepalen. Weet je, ik wil gewoon niet bij je weg. Nee, en ik vind het ook echt heel lief dat je dit doet. Maar je wou toch medicijnen gaan studeren? Ja, dat kan toch ook met VWO? Ja, maar wel een stuk moeilijker. Dat is toch niet erg? Ik wil liever bij jou blijven dan naar een dom gymnasium. En ook geen medicijnen misschien. Ja, dat is toch eigenlijk ook super lief van hem. En het gymnasium, VWO, maak het nou uit. Het is allebei hartstikke goed. Hey. Romeo komt er zo aan. Die moet nog even naar de hoogte of iets. Dus even wachten. Ik heb een lekker band. Oh, nou, dan kan je wel bij mij achterop, joh. Oh ja, meneer, dan straks even meteen naar huis. Schat, mocht je willen. Ga maar lekker lopen, doe je ook nog eens wat. Hé, ik overhoorde iets. Romeo, hè?
haalt hij nou expres slechte cijfers? Wat bedoel je? Op zich werd helemaal niet zo van het bemoeien, maar Jordi en Romeo zijn allebei gewoon hele goede vrienden van me. En ze pakken dit helemaal niet goed aan. Nou, ik hoorde dat hij gewoon naar het gymnasium moet. Nee, mag. Hij mag naar het gymnasium. Maar dat wil hij zelf helemaal niet. Dat moet van zijn pa, zijn ma en de wilde. En hij wil niet vanwege jullie relatie? Ja, we willen gewoon bij elkaar blijven in de klas. Maar hij wil toch chirurg worden? Ja, maar ook misschien bouwkunde of dierenarts. Dus dat kan allemaal ook tegenwoordig bij VWO. Ja, maar het is veel makkelijker om chirurg te worden met gymnasium. En hij zei zelf dat hij zich hier verveelde. Wil je hem soms weg hebben of zoiets? Nee, maar het gaat om die gasten toekomst. Ik heb vorig jaar ook heel hard gewerkt om naar een hoger niveau te gaan. En er zat wel een leuk meisje op mijn oude school, maar ik ben heel blij dat ik daarvoor niet ben gebleven. Ook omdat er op deze school gewoon ook heel veel leuke meisjes zijn. We zijn gewoon te gek op elkaar om 6 jaar apart naar een andere school te gaan. En hoe sneutel klinkt, school is voor nu gewoon je hele leven. Ja, maar is hij straks nog steeds zo gek op je als hij gewoon achterkomt dat hij jou al zijn kansen heeft vergooid? Hey, we kunnen gaan. Oké. Ik weet dat Sam wel ergens gelijk heeft, maar ik heb gewoon nog nooit zoiets met iemand gehad. En ik wil dit echt niet kwijt nu. Het is wel een beetje egoïstisch van me. Dus een pleonasme, dat is eigenlijk een woord waarin je twee keer de betekenis zegt. Dus witte sneeuw of... Hey, gaan jullie mee naar de snackbar? Nu? Ja? Nee man, sorry, we moeten leren. Is dat Nederlands? Het proefwerk is pas over een paar dagen. Dus ik moet nog hard leren als ik hier 10 voor wil halen. Ik fietste gisteren samen met Romeo naar huis en toen begon ik weer over die cijfers. En we hebben het er best lang over gehad, maar we hebben wel een oplossing. Ik moet ook gewoon naar het gymnasium toe. Sorry jongen, maar je staat gemiddeld een wat? Een 7? Het gaat toch nooit lukken? Natuurlijk wel, hij moet gewoon heel hard werken en ik ga hem gewoon helpen. Alles is beter dan dat hij hier zit en ik daar. Onder je niveau werken, dat is zonde. Maar de boven, dat is toch alleen maar goed. Daar kun je later moeilijk spijt van krijgen. Het lijkt me zwaar aan die lids om 2 keer zo hard te moeten werken. En zeker als je er helemaal niks mee wilt doen. En hoeveel quality time krijgen die 2 eigenlijk als ze de hele tijd in de boeken moeten zitten? Geloof je niet dat ik het kan of zo? Ik kan het proberen. Als ik hier een hoog genoeg cijfer haal, dat betekent dat ik het best kan. Ik moet gewoon wat meer moeite doen. Oké, ik ga alleen naar Sepa. Ik heb eigenlijk wel een beetje honger. En op een lege maag, dat kan ik toch niet leren. Dus... Weet je wat, ik ga wel mee. En dan blijf jij hier, neem ik al wat eten voor je mee. Wat wil je hebben? Broodje kroket. Oké, top. Let's go. Wel blijven leren, hè? Mm. Die 2 waren zo enthousiast, dus ik zeg maar niks. En wie weet, misschien lukt het hem ook nog. Als dit niet lukt, dan ga ik wel tegen Romeo zeggen dat hij gewoon zelf naar het gymnasium moet. Maar dit gaat gewoon lukken. Dit komt goed. Komt vast wel goed. Ja? Misschien wel 9, 10. Samen met Jordi van school wisselen, dat is prima. Hier heb ik leuke vrienden, maar die kan ik daar ook weer nieuwe maken. Maar een nieuwe Jordi vinden, dat kan ik niet. Proefwerk ging niet echt geweldig of zo, maar ik denk wel vaker dat ik een onvoldoende heb. En ben ik nog steeds een 7 of een 8, dus... Nou, Romeo, zo ken ik je weer. 9, goed gedaan. Ja. En Jordi, voor jou ook best goed. Hey. Ja, wat heb je? 6,8. Oh, wat voor je, man. Ik had hier zo hard voor geleerd. Ik snap het gewoon niet. We hebben super hard geleerd en het was ook niet moeilijk of zo. En alles is in de les gewoon voorbij gekomen. Nou, dat wordt dus geen gymnasium voor mij? Tuurlijk wel, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Dit was maar 1 test. Ja, maar mijn gemiddelde kan ik nu nooit meer hoog genoeg krijgen. En harder leren dan dit kan ik toch niet. Ja. Je zult dan maar gewoon naar de gymnasium moeten gaan. Het is dan maar niet anders. Nee, ik ga echt niet zonder jou. Kom, doe niet zo stom. We gaan er maar gewoon. Ik wil dat echt helemaal niet zeggen. Ik wou dat hij gewoon hier bij mij blijft, maar ik weet dat ik dit moet doen. Het komt allemaal echt wel goed. Het is mijn toekomst, hè? Niet die van jou. Bemoei je er gewoon niet mee. En ik wil ook gewoon niet dat het uitgaat. Ja, maar dat we naar een andere school gaan, betekent dat niet gelijk dat het uitgaat. Tuurlijk vind ik het super lief van Jordi, maar dat maakt het ook weer moeilijker. Als hij nou gewoon alleen aan zichzelf dacht en super stom deed, dan was het misschien wel makkelijker. We kunnen gewoon bij elkaar blijven. Oké, als ik dan al naar een andere school ga, dan ga ik wel naar 1 in de buurt. Zodat ik hier iedere pauze kan komen lunchen. We hebben na school altijd nog. En als dat is gewoon 20 of 30 kilometer verderop, we blijven wel bij elkaar. Dames, laat jullie troep daar zo staan. Even terugkomen en weggooien. Sommige dingen ga je niet missen. Ja. Supergoed dat Romeo naar het gymnasium gaat. En ook beter dat Jordi niet naar het gymnasium gaat. Want kijk, die gast had geen leven meer gehad. Ik heb ook wel wat voor een relatie over, maar niet mijn vrijheid. Ik snap wel dat ze balen, maar verder snap ik het probleem eigenlijk helemaal niet. Want je kan toch gewoon op afstand ook verkering hebben? Ik heb gehoord dat Romeo naar gymnasium gaat. Echt super zielig voor Jordi. Ik snap ook wel dat hij eerst niet wilde gaan. Verkering hebben als je allebei op een andere school zit, is gewoon lastig. En ongezellig. Volgende keer in Brugklas.
Iedereen die vlees eet is gewoon medeverantwoordelijk voor de dood van deze dieren. Dit is heel zielig, dit kan echt niet. Ik wil ook echt veganist gaan worden. Welkom bij de club. Dankjewel. Dit is natuurlijk niet om te lachen. Miljoenen kippen die leven zo hun hele leven lang gewoon in een klein hokje, zonder dat ze ooit het licht zullen zien. Daarom willen we eigenlijk dat jullie ook mee helpen.